Deze zomer is de onderzeebootloods in de haven van Rotterdam voor de tweede keer omgetoverd tot tentoonstellingsruimte. Mag ik jullie vragen wat jullie gaan verwachten? Wat jullie verwachten van de tentoonstelling? Heb je enig beeld ervan al in je hoofd? Wat denk je dat gaat worden? Nou, ik denk dat het iets is ook wat ik er dan over gelezen heb van uit de jaren 60 of zo, met huiskamers en meer van die dingen. En ja, eigenlijk laten we ons ook verrassen. Het Scandinavische kunstenaarsduo Elm Green en Drexet heeft een surrealistische tentoonstelling gecreëerd genaamd The One and the Many. Want ik was er vorig jaar ook geweest en toen had ik het idee dat er meer ruimte in gebruik was genomen, maar ja, het deed niet af voor. Wij zijn 2 jaar geleden begonnen met dit project. Je ziet hier het plein, het is nu vol leven. Het vernieuwde Gouwplein is open. Na ruim 2 jaar bedenken, plannen schetsen en overleggen is het gedroomde plein tussen de Gouwstraat, de Schilperoordstraat en de Katendrechtse Lagedijk eindelijk werkelijkheid. Een plein waar iedereen welkom is. Ik kan hier mooi spelen. Maar het is heel goed dat het dus terugkomt in de handen van de bewoners. De eerste indrukken zijn meer als positief. Zeker, en de zon schijnt ook nog. Welk plein! Ik ben Samantha Zevenberg, ik werk bij TOS en ik ben begeleidster op pleinen en ik heb zelf ook meidenactiviteiten en meidengroepen. Dus ik hou de kinderen lekker bezig. Thuis op straat in de deelgemeente Charloes begon in de wijken Pendrecht en Zuidwijk. Daar zijn ze alweer vele jaren actief aanwezig op straten en pleinen. Wij gaan naar de meidenclub elke maandag van 5 tot en met 8. De afgelopen jaren is TOS in Charloes uitgebreid naar Noord, in de wijken Oud-Charloes, Tarwewijk en Carnisse. We hebben elke dag andere pleinen. Dus bijvoorbeeld op woensdag of op dinsdag zijn we op de Wereld op Zuid. En dan donderdag en vrijdag zijn we weer ergens anders. Het is altijd verschillend.